Eindelijk thuis en eindelijk tijd. Ik heb een pakketje binnengekregen en hier zat ik echt op te wachten. We zijn weer uit de film. Het is dinsdag. Ik heb Sarah net op school afgezet. En nu ga ik naar de garage. Marco, zijn wagen, die heeft APK. En die is hem er nu aan het afgooien. En dan haal ik hem daar op. Dan neemt hij deze auto even mee voor zijn werk. En ja, aan de hand van hoe laat Klaas moet even kijken hoe die andere dan weer opgehaald wordt. Maar dat is een zorg voor later natuurlijk pas. En ik heb eten. Ik heb even mijn handen in mijn tas, want dat was een beetje haasten vanochtend. Dus ik heb nog niks gegeten. Toen dacht ik slim te zijn. Tada. En even een banaantje te pakken om mee te nemen. Dan kan ik toch even wat eten. Eindelijk thuis en eindelijk tijd om even een beetje thee te drinken. Echt, ik vind het zo goed, het nieuwe ritme. Het duurde echt allemaal heel lang, want eerst moest ik Marco natuurlijk ophalen. Toen moest hij nog ergens stoppen, toen moest ik nog even ergens stoppen. En ja, ondertussen ben je gewoon zoveel uur verder. Dus dat was niet zo heel fijn. Maar als jullie me nog horen, Sarah eet niet thuis vandaag. Dus ik heb wel tijd. Die lunch bij Mila vandaag. We hebben het zo afgesproken, op maandag lunchen we bij de heer. En op dinsdag lunchen ze bij Mila. Dus dat is perfect. Ik heb een pakketje binnengekregen en hier zat ik echt op te wachten. Ik heb twee dingen besteld. Allereerst deze. Ik zocht echt zwarte sandalen. En deze zijn van Even Ad. Ik hoop echt dat deze goed zijn. Ik heb zo verschrikkelijk veel sandalen geprobeerd. Maar ik kan elke keer gewoon dus niet slagen. Het zijn deze. Gewoon eigenlijk een basic sandaal van mij. Maar ik heb twee paar sandalen, maar die zien er echt niet uit. Het is echt, hoor ik niet meer aan te doen, zeg maar. Maar ja, als je geen nieuwe kan vinden. En een zwarte sandaal is toch wel echt een must-have. Maar ik heb een smalle voet en dat maakt het vaak wel echt lastig om nieuwe te vinden. Want dit zijn deze. En volgens mij zitten deze dus wel gewoon goed. Ja. Oh, wat ben ik blij. Het lekkere weer is wel voornamelijk afgelopen nu, maar ik heb weer sandalen. Een goede hak. Dat zie je zo niet. Ik ben er helemaal blij mee. Even uitdoen. Gelijk in de kast. Wel jammer dat het weer dan precies nu een stuk slechter is. Maar goed, wat in het vat zit, verzuurt niet. En wat ik ook heb besteld, ik had pas op mijn Instagram in de stories gevraagd. Ik wilde een rugzak en ik twijfelde tussen twee. Toen heb ik een poll gedaan. En wel grappig is, ging de stemming helemaal de ene kant op. Daarna sloeg hij helemaal door de andere kant op. Maar ik kon niet kiezen en toen sloeg hij de andere kant op en toen was ik eigenlijk teleurgesteld. Maar ja, dat maakte dus voor mij eigenlijk wel duidelijk dat ik de ene dus eigenlijk toch leuker vond. Want dat had ik ervoor niet. Ik moest echt een nieuwe rugzak hebben. Gewoon voor het dagje dat je er even wat in mee kan nemen. Want dan vind ik vaak een schoudertas niet handig. Dan wil ik ook nog een grote, maar ik wilde ook een gewoon zo'n rugzak. Oh, ik vind hem echt gaaf. Hij is dus van Karl Lagerfeld. En ik vind hem echt heel tof. Alles eraf halen, dat ik hem goed kan laten zien. Hij zit echt heel goed ingepakt. Dus. Hoe gaat dit?
los. Scheuren. Scheuren. Dat zou het zijn, omdat ik het niet leuk vind. Ik heb hem helemaal uitgepakt. Ik wilde zo graag even een goede rugzak. Ik had nooit iets met rugzakken. En toen kreeg ik een kind. En toen besefte ik dat het soms echt wel heel makkelijk is als je toch een rugzak hebt. Dus toen ben ik rugzakken gaan gebruiken. In ieder geval één. Hoop. En ja, nu vind ik het dus helemaal leuk. Maar ik vind het wel lastig om mooie rugzakken te vinden. En deze vind ik dus wel leuk. En dit is dus echt een rugzak, zeg maar, gewoon als handtas, gewoon je portemonnee en alles erin. En dan wil ik ook nog gewoon een grote, dus dat je echt meer kan meenemen als je dus echt reservekleding of alles ook wil meenemen. Dus ik wil er gewoon twee, omdat ik ze nu toch best wel vaak gebruik. Ik wil hem ook korter, te lang, dat deed ik vroeger altijd. Maar dat vind ik nu niet helemaal leuk meer. Kijken, hij kan een stuk korter. Ik vind hem echt gaaf. Hij is echt mooi. En zo, dan kan ik hem even op mijn rug laten zien zo. Hij is nog lekker stug, omdat hij zo nieuw is. Nou, ga erop. En zo. Doe ik die andere. Zo wel. Ja, dit is echt perfect. En ik vind hem echt, echt mega gaaf. Hij is dus met een kleine kolder op. En hij is dus van leer. En dan heeft hij hier een klein vakje. En alles is nog echt nieuw stug. Er zit ook nog een berg papier in. We hebben hier zo'n klein vakje. En hier zit ook nog een apart vakje in. En hij is precies mooi dat ik mijn vlogcamera erin kan. Portemonnee, sleutels, telefoon, dat soort dingetjes. Dus echt, ja, ik ben hier zo blij mee. Ik heb ondertussen Sarah uit school gehaald. Met Luca. En het was even met haasten, want ik was zo laat thuis. Dus na het laatste wat ik heb gefilmd, heb ik nog even gegeten. Heel snel wat gedaan. Toen kon ik eigenlijk de deur alweer uit. Dan hou je weinig tijd over. Dus ik ga Sarah nu naar de afspraak brengen. Dan ga ik heel snel langs mijn moeder en Sarah weer halen. Dan moeten we weer naar huis. En ik ga dan, wij gaan dan met Marco voor de auto. We brengen net Marco naar de garage. Sarah die is ook mee. Die wilde mijn papa mee terug. Maar dit nummer op de radio. En Sarah moest uitstappen. Oh, dat kan echt niet. Want mijn liedje. Blijkt wel voor vandaag heel de dag alleen maar in de auto zit. We hebben net snel gegeten en alles. En nu onderweg naar de bioscoop. En ik ben vergeten hoe de film heet. Ik probeerde de hele tijd op te komen. Ik kan het ook gewoon opzoeken. Maar daar was ik gewoon te lui voor. Pizza bezorgen is af en toe echt. Bijna op mijn motorkap. Eigen schuld, ja? Ja. We zijn weer uit de film. En nu snel naar huis. Hoe laat is het? Oh, het valt nog trouwens best mee. Het is kwart voor elf, hè? Ja. Oké, nu even iets meer tijd. Ik weet ondertussen hoe de film heet. De film heet Tenet. En ik moet zeggen, ik had er eigenlijk hele lage verwachtingen van. In ieder geval lage verwachtingen, nee. Ik dacht, leuke film, weet je, vermakelijk. Maar ik had er geen super hoge verwachtingen van. Gewoon een leuke film om te zien. Maar ik moet zeggen, ik vond hem verrassend goed. Het is wel echt een film die
Hij is zo ingewikkeld. Je moet echt opletten wat er gebeurt. En beginnen denk je echt, hè? Waar gaat het over? Je snapt er helemaal niks van. En pas aan het einde begin je het te begrijpen. En dan begrijp je het terwijl je het nog steeds niet begrijpt. Maar dat maakt hem juist zo goed. En ik, zelfs als zou ik willen, ik kan het niet uitleggen. Ik kan niet uitleggen. Ik zou hem niet eens echt kunnen spoilen. Want zelfs al spoil ik hem, snap je het nog niet. Maar ik vind het wel zeker een aanrader. En hij draait pas net. Dus ik verwacht dat hij nog wel even draait. Dus mocht je naar het bios willen. Het is echt wel een hele, hele goede film. En nu, snel naar huis. Ik moet nog alles klaarmaken voor morgen. En ik wil op tijd mijn bed in. Het viel mee natuurlijk. Het film was niet super laat afgelopen. Maar ja, eerder thuis zijn we toch wel weer een stuk verder. En ik wil me echt aan die 12 uur houden. Ik heb alles klaargezet en ik heb heel veel tijd met Denise nog gebeld. En Denise is terug van vakantie natuurlijk. Nu ga ik lekker mijn bedje in. Dus, zoals altijd wil ik je bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En als je niet geabonneerd bent, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!